Goeiedag, leuk dat je weer kijkt naar dit filmpje met een interessante tip over LinkedIn. Vandaag wil ik het met je hebben over een nieuwe wijziging die LinkedIn stiekem heeft ingevoerd, maar waar wij min of meer allemaal voor akkoord mee zijn gegaan. Nou, deze wijziging zorgt ervoor dat LinkedIn jouw profielfoto en jouw informatie, of jouw informatie mag gebruiken voor marketingdoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan advertenties of aan andere zaken. Sommige mensen willen dit, maar ook een hoop mensen willen dit niet. Nou, ik zal je laten zien in dit filmpje hoe je dat kan uitzetten en dus kan voorkomen dat LinkedIn jouw profielfoto gaat gebruiken voor advertenties. Ik zal je nu laten zien hoe je de social advertising functie in LinkedIn kan uitzetten. Nou, het eerste wat je moet doen is naar linkedin.com gaan. Zodra je bent ingelogd, zie je helemaal rechtsboven in beeld het woord je eigen naam staan. Nou, klik daar niet op, maar ga er met je muis op staan. Dan verschijnt het menu Settings en Sign Out. Nou, klik op Settings. En LinkedIn zal nu waarschijnlijk vragen om je wachtwoord in te voeren. Dit is een soort extra beveiligingsfunctie om zeker te weten dat jij het ook wel bent. Nou, voer daar dus even je wachtwoord in. En vervolgens scroll je een stukje naar beneden. Tot je aan de linkerkant, helemaal links onderin, het woordje Account ziet staan. Nou, klik daarop en de eerste functie, of het eerste zinnetje wat je nu ziet staan, onder Privacy Controls, is Manage Social Advertising. Nou, zodra je daarop klikt, krijg je een pop-up venster met een hele tekst waarin staat dat LinkedIn dus nu de gebruikers gaat gebruiken voor mogelijke advertenties en of je daarmee akkoord gaat. Nou, door middel van het aanvinken van, aan- of uitvinken van het vakje, bepaal jij dus of je dat wil of niet. Mijn tip hiervoor is van, waarom zou je het niet willen? Het is toch, LinkedIn geeft je op die manier meer PR. Kennelijk als LinkedIn zegt van, nou, ik heb hier een aantal boekhouders die erg goed zijn en hij laat daar jouw profielfoto zien, dan, ja, ik zie dat meer als een stukje van, ja, extra PR, waar je als ondernemer toch erg blij van wordt. Dus ik heb zelf besloten om het aan te laten staan. Van, nou, laat ze maar mijn gegevens gebruiken, want ja, het is toch tenslotte allemaal openbaar. En alles is toch te traceren over mij en over jou ook. Dus het is een keuze die je zelf kan maken. Maar sommige mensen willen het liever niet. En door middel van deze functie kun je het dus aan- of uitzetten. Nou, druk vervolgens op save. En vervolgens zijn die settings dus gewijzigd. En zal LinkedIn wel of niet jouw gegevens gebruiken. Ik denk overigens niet dat ze het gelijk morgen gaan gebruiken. Maar dat het meer iets is wat vanuit Amerika is overgewaaid naar Europa. Maar goed, we zullen de komende maanden zien hoe LinkedIn deze functie gaat implementeren in de marketing. Dus nou, ik hoop dat jullie dit weer een interessante tip vonden. En ik zie jullie graag weer in mijn volgende filmpje.